Your future is now. Hoe kunnen wij onszelf en onze business future-proof maken? Dat vraagt Greet Bunnens aan haar gasten. Enjoy! Vincent of Vincent, wat mag ik zeggen? Wat moet ik zeggen? Je mag kiezen wat je wilt. Aha, Vincent, ik vind dat jij een kop hebt om Vincent te noemen. Allee, voilà. En voilà. Vincent, ik ben blij dat je hier bent. Zit ik er helemaal up and running, klaar voor dit gesprek? Ik weet niet goed wat ik moet verwachten, want ik heb je ondertussen een klein beetje leren kennen en ik heb je ook al een beetje gevolgd. En ik denk, zo'n sterke madame, ben ik er klaar voor? Ik weet het niet. We zullen dat zien. Komt in orde, komt in orde. Kijk, we gaan beginnen met een luchtige vraag. En we zien wel waar we eindigen. Ja. Dus de podcast is Your Future is Now. Hoe kunnen we onszelf future-proof maken? We zitten in een bizarre tijdperk, al een tweetal jaar. En dat zet heel veel dingen op zijn kop. En dus vind ik het interessant om eens te kijken, wat betekent dat nu voor ons als personen, als ondernemers eventueel, als er ondernemers ook luisteren. Wat kunnen we doen om hier met een gezond door te geraken, laat ik het zo zeggen. Hè? En aangezien ik niet alle wijsheid in pacht heb, vind ik het leuk om mensen te vragen. En jij kwam op mijn pad, dus voilà. Dan zijn we hier zitten we. Maar eerst gaan we dus een... Wat zeg je? Jij verwacht dan van mij wijsheid, Greet. Uiteraard, uiteraard. En humor en positivisme. Ja. Alles mag, alles kan. Dus, en als het werkelijk iets heel debiel is dat je zegt, dan zal ik het eruit knippen. Ja? Dus, alright. Dus ik heb hier een aantal van die kaartjes. Daar zitten niet al te intelligente vragen in. Leuke, onnozele vragen, whatever. Dus jij zegt stop en dan pak ik er eentje uit. Hè? Stop. Zeg, Greet, ik heb stopgeroepen, je bent wel 4 kaarten verder gegaan. Hè? Dus, volgens mij het is goed. Het is dat dit moest zijn. Hè? Ja. Ah, voilà. Jij mocht een megafeest geven en 4 artiesten boeken. Wie wordt uw keuze? Dat moeten de zangers zijn? Of, dan moet jij helemaal... Dan nodig ik Robin Williams uit. Ik nodig Leonardo DiCaprio uit. Gewoon, hè. Ja, ik wil wat businessmensen zeggen ook, maar dus dat zijn geen artiesten natuurlijk. Hè. Maar die mogen ook komen, hè. Wie weet, kunnen die zingen? Ik weet dat dat al een controversieel figuur is, maar die man fascineert mij zo enorm. Elon Musk zou ik er dan graag bij hebben. En Conner Rousseau, om hem uit te leggen dat hij moet stoppen met mensen tegen elkaar op te zetten. Voilà, perfect. Dat wordt een leuk viertal dan... Ambiance verzekerd, zo. Ja, Nee, maar wacht even, voor alle duidelijkheid. Ik zou Conner gewoon binnenlaten. Ik zou die een uitleg geven. Ik zou even die man tot de goede zinnen willen brengen, zal ik maar zeggen. Maar als die blijft zo spreken, dan mag die niet op dat feest binnen. Hè? Dat is even duidelijk. Hè? Ik moest dit even zeggen, Greet. Ik ben zo ongelooflijk teleurgesteld door wat die man zegt tegen vaccinvrije mensen. Ik vind dat elke verantwoordelijke positie onwaardig. Dus bij deze, dat was even mijn frustratie. Excuseer, ik moest even ventileren. Nee, maar ik vind dat goed. Maar ik heb al zitten afvragen, hè, Vincent, er zijn nu een aantal van die prominente gasten... prominent, wat dat je prominent wil noemen... die zo van die dingen zeggen, hè. Je vais emmerder les non-vaccinés, zegt onze vriend Macron. De Croo heeft ook al van die rare dingen gezegd. En nu de Conner Rousseau ook, die dan zegt dat de niet-gevaccineerden nergens meer binnen mogen. Ik vind dat een bijzonder gegeven, want die gasten die zijn allemaal gedrild in het in interviews... toestaan, hè? Dus het spreken in het openbaar, dat kan toch geen slip of the tongue zijn. En als je dan zoiets doet, dan moet je toch zeggen, oei shit, ja, ik was een beetje verbaasd. Is dat een slip of the tongue of is dat on purpose? Ja, kijk, ik kan nu alleen maar veronderstellen. Maar als ik weet trouwens ook niet wanneer deze podcast wordt uitgezonden, Greet, maar... Ik denk dat de mensen, zelfs als het binnen een paar weken of binnen een paar maanden is, zich nog wel zullen kunnen herinneren dat meneer Conner Rousseau inderdaad heeft gezegd, en dat is dan ook breed uitgesmeerd in de standaard, wat voor mij nu ook een rioolkrant geworden is, in één keer mee. Ik mocht zeggen wat ik dacht, Greet. Dus ik vind dat de media een verpletterende verantwoordelijkheid heeft in deze polarisatie. Ik ben geen antivaxer, hoewel dat ik dat een verschrikkelijk woord vind. Ja. Ik vind dat enorm polariserend als woord op zich. Maar los daarvan, zoiets is niet toevallig. En ik denk dat zelfs als binnen enkele weken komt, de mensen nog zullen weten dat meneer Rousseau gezegd heeft dat hij vindt dat de niet-gevaccineerden gewoon nergens niet binnen mogen. Niet in de fitness, niet in de cinema, niet op restaurant, enzovoort, enzovoort. En alle publieke ruimte ook niet. Wat, uw vraag is, is dat toevallig? Is dat een slip of the tong? Wel, ik zou dat misschien nog kunnen geloven, moest ik niet weten dat meneer Trudeau in Canada bijna woordelijk hetzelfde heeft gezegd een tijdje geleden, dat meneer Macron, en ik zeg nu meneer, maar eigenlijk is dat een woord dat te veel eer aan doet. Hè? Ja. Meneer Macron heeft dat ook gezegd, heeft er nog aan toegevoegd dat hem de niet-gevaccineerden wilt pesten, al is dat het laatste dat hij kan doen. De opvolger van Merkel heeft hetzelfde gezegd. De kanselier in Oostenrijk. Dus ik denk dat we met z'n allen toch wel mogen concluderen dat dat ergens een discours is dat wordt ingepraat. Ik ga nu de intelligentie van die mensen niet beledigen, maar dit zit zo goed in elkaar, die een discours. En ik weet ook dat grote consultancybedrijven zoals een McKinsey enzovoort, die meewerken aan deze strategieën, aan deze communicatiestrategieën. Dus je moet die mensen ook niet te veel krediet geven. Ik kon het zeggen, dat is. Ik denk niet dat die allemaal zo slim zijn om dat allemaal te doen. Plus, de discours van meneer Rousseau, die was wel unisono, maar die komt niet op dezelfde moment. Want moest dat echt allemaal op dezelfde moment zijn? Dat is trouwens gebeurd. Hè? Dit is de pandemie van de ongevaccineerden, is er op een bepaald moment gebeurd. En dat was op dezelfde dag. Biden zegt dat, Trudeau zegt dat, Merkel zegt dat, de Croo zegt dat, enzovoort. Dus ja, dat is zo opvallend. Mensen die er niet in slagen om in een klein land als België of in een gewest als Vlaanderen, om het op korte termijn eens te zijn over wat dat we gaan doen met de Oosterweelbrug, die slagen er wel in om globaal dan ineens op dezelfde dag, op diezelfde maandag, op hetzelfde uur, dezelfde woorden gebruiken. Dus dat geloof ik niet. Maar ik denk ook dat we moeten begrijpen dat hier ook gewoon puur platte commerciële redenen achter zitten. Hè. Ik ben allemaal aan het veronderstellen. Ik ben niet de man van de grote complottheorieën en zo, maar we moeten realistisch zijn. Als er in Vlaanderen of in België voor 1 miljard euro aan PCR-testen is uitgegeven, ja, dat is €1 miljard. Daar is naar iemand naartoe gegaan. Hè. Dat is niet opgebrand. Allee, ja, in dit geval zou dat nog wel kunnen hebben, maar dat is niet. 1 miljard euro is veel geld, Greet. Ik bedoel, 1 miljoen seconden is 12 dagen. 1 miljard seconden is 30 jaar. Hè? Dus dat is gigantisch veel geld. En dat zijn dan alleen die testen. Dus er zitten enorm veel mensen die schatrijk aan het worden zijn. Tussenpersonen, bedrijven, labo's, noem maar op. Dokters ook, die worden betaald per spuit. En, enfin, you name it. Ik denk dat dat ook gewoon een feit is. En de timing van zijn uitspraak is natuurlijk gekoppeld aan het feit dat er nu een aantal mensen die dubbel gevaccineerd zijn, die het status hebben van volledig gevaccineerd, dat die status gaan kwijtspelen als straks het groene vinkje alleen nog maar geldt bij de booster. En dat is gewoon een reden. De voorraad vaccins die er nog ligt, is zodanig groot. Want we moeten die allemaal pakken tegen Omicron, maar die is ontwikkeld toen ze dat woord nog niet kenden. Dus dat is een Omicronkel. Ja. Allee, het is gewoon, wat ons eerlijk zijn. Dus ik geloof niet in toeval. Dus ik denk dat dat echt een platte commerciële stokbeheerreden heeft. Ik denk dat het ook is ingegeven vanuit hogerhand, hè, want dat komt eigenlijk van iets. Is dat van de jongens van McKinsey of komt dat vanuit Zwitserland? Ik weet dat allemaal niet. In elk geval, het valt enorm op. En ik ga de mensen niet beledigen die het hebben gezegd, maar ik moet toch echt wel zeggen dat van meneer Rousseau echt een straat te ver is. Ik heb dat nog nooit gezegd van iemand in zijn positie, maar ik vind dit een walgelijke uitspraak. Het is trouwens opvallend, want ik heb er iets over gezegd op Facebook. En sindsdien word ik overladen door trollen. Maar gelukkig heb ik ondertussen meer dan 25.000 volgers die mij erop wijzen. En die gewoon als soldaten in de rij gaan staan. Want het volk is aan het opstaan. Mensen zijn het echt beu, die betutteling. Ik ontken niet dat er een probleem is geweest. Ik ontken niet dat er veel mensen zijn ziek geweest. En dat er helaas ook slachtoffers te betreuren vallen. Of zijn gevallen. Ik heb zelf ook de ziekte doorgemaakt, mensen in mijn omgeving enzovoort. Maar we zijn nu 2 jaar verder, Greet. En ja, ik denk dat het scherp is eraf. En de economie, de faillissementen, de inflatie, de energieprijzen, de mensen die uitzichtloos in het leven zitten nu. Jongeren, ik praat met enorm veel jongeren, de problematiek is door die maatregelen zo gigantisch groot geworden, ook voor ondernemers. En daar gaat deze podcast natuurlijk over. Allee, ja, ik kan blijven spreken, maar ik ben gedegoûteerd. Maar dat is ook zo, hè? Dus, en ik vraag me dan inderdaad ook af van, oké, het is geen slip of de tong, het is duidelijk voorbereid. Dit accepteren mensen toch niet, denk ik. Dus is dat zo nog een laatste stuiptrekking? En staat er al een andere manneke te wachten, bijvoorbeeld bij Macron met de presidentsverkiezingen? We shall see, hè? We zullen wel zien. Zeg maar, dus jij zegt ook van, er zijn veel meer mensen aan het opstaan. En dat is ook zo, hè? Dus nu, ik zend de uitzending waarschijnlijk binnen een paar weken uit, maar we staan nu voor de 23e januari en dan is er een grote mars voorzien in Brussel, waar dan men toch ongelooflijk veel mensen verwacht. Ik ben eens benieuwd, ik ga meewandelen. Maar wanneer zeide jij opgestaan? Hè? Want dat is in een mum van tijd dat we in één keer Vincent zagen up, en in een mum van tijd 25.000 volgers. Hè? Ik ben eigenlijk niet echt opgestaan, Greet. Ik trouwens wat gezegd, als ik er even maar op inpikken, dat de mensen aan het opstaan zijn, dat is echt zo. Hè? Dus toen meneer Rousseau, ik heb het moeilijk in die combinatie van woorden, want in het woordje meneer zit eer. En ik vind dat hem geen eer verdient door die uitspraak. Ik ben echt boos. Hè? Ik wil echt... Maar samen met mij onwaarschijnlijk veel mensen. Ik heb nog nooit zoveel berichten gekregen als gisteren, toen dat in de Standaard is verschenen. Zeer veel gevaccineerde mensen. Die zeggen, maar, sorry, dit gaat te ver. Omdat die natuurlijk, die zijn niet achterlijk. Hè? De mensen zijn niet dom. Hè? Die weten ook dat dat gaat over dat vinkje. En dat vinkje gaat over controle. Want ik ben geen antivaxer. Ik heb het al gezegd, ik vind het een verschrikkelijk woord. En ik ben niet tegen de wetenschap, als dat al zou bestaan. Hè? Want dat beweegt constant, hè? De wetenschap. Maar, en ik ontken die ziekte niet enzovoort, maar ik denk dat we het er toch wel over eens kunnen zijn dat er een ongelooflijke drang is om die CST-QR-code, om die door te drijven. Dat is ongezien, dat is nog nooit gebeurd in de geschiedenis van de mensheid. En ondertussen weten mensen ook meer en meer dat gevaccineerde mensen met een vinkje even besmettelijk zijn als vaccinvrije mensen zonder vinkje. Dat je dus als gevaccineerde er dus kunt binnenstappen en eigenlijk als een superverspreider daar een heel etablissement gaan besmetten. En besmettingen op zich met Omicron, ja, dat is ook niet meer... Ja, we hebben het alle twee gehad, hè? In dezelfde periode ongeveer. Het was nu niet... Allee, dat is ook allemaal niet meer levensbedreigend. Maar vanwaar die ongelooflijke drang voor die QR-code. En zo is dat bij mij begonnen. Dus ik heb mijn discours is geen medisch discours, is geen wetenschappelijk discours. Mijn discours is een maatschappelijk en een ondernemersdiscours. En ik ben in september met een aantal vrienden naar Engeland gegaan, in september 2021. En wat mij daar is opgevallen, om een heel lang verhaal kort te maken, wij moesten van alle vragen invullen en codes en via onze gsm, onze identiteitskaart en two-step verifications en noem maar op. En wij moesten een aankoopbewijs tonen, voordat je naar Engeland moest op dat moment, voor een test die je op de tweede dag zou nemen in de UK en een test op de 8e dag die je zou nemen in de UK. Ik wil nog één dingetje meegeven. In maart 2020, dus nog een jaar eerder, is er in Engeland een wet gepasseerd waarbij dat men eigenlijk alle vrijheden geeft aan de overheid en de politiediensten om alle informatie in de gsm in de breedst mogelijke zin te benutten. Dat is mij achteraf pas duidelijk geworden, of men heeft mij dat achteraf pas doorgestuurd. Dus wat gebeurt er nu? Je moet dat betalingsbewijs tonen enzovoort. En als we dan in Engeland waren aangekomen, dan mochten wij die een test zelf doen. En of dat je dat staafje nu in je neus stak, of je legde dat op tafel en je stuurde dat in, dat was niet belangrijk. Maar zo'n gigantische informatie die we moesten overdragen, controle, muur, gsm, en dan weten dat die wet er is, dan dacht ik van mensen, dit klopt niet. Dit heeft niet te maken met het in toog houden van mensen die mogelijk besmettingen binnenbrengen in het vasteland of in het Verenigd Koninkrijk. Dit gaat om iets anders. Ik heb dan een filmpje gepost, gewoon voor de vrienden, je weet hoe dat gaat. En dat filmpje is zijn eigen leven beginnen leiden. Dat was op een paar dagen tijd 100.000 views. Het staat nu denk ik op 300.000 views en we zijn maar een paar maanden verder. Dus als ik zeg mensen staan op, dan is dat echt omdat mensen dat beginnen te zien ook. Hè? En in het begin, ik was mee, Greet. Ik was Ik was de man die riep met de megafoon flatten the curve. Ik had handschoenen aan en een masker, want ik had echt zoiets van, wauw, dit is misschien echt wel apocalyptisch. We moeten doen wat we moeten doen. In die lockdowns trouwens, ik ken mensen, ondernemers, die nu hard roepen van, je moet u dit doen en je moet u onder regels houden en de vaccinvrije mensen die mogen nergens niet binnen. Maar er zitten wel een hele hoop gasten tussen die toen achter de gordijnen in het restaurant hun vergaderingen gingen houden, die feestjes hebben gebouwd enzovoort. Dus ook daar, de onschuldigen werpen de eerste steen. Ja. Ik ben nu zover dat ik vandaag zeg, januari 2022, het zal allemaal wel geweest zijn wat er is geweest en het zal allemaal wel erg geweest zijn en alle slachtoffers die we te betreuren hebben, heel erg, en mijn medeleven en alles wat je wilt. Maar vandaag wordt er misbruik gemaakt, daar ben ik absoluut van overtuigd, om ons in een controlemaatschappij te brengen. En ik sta voor vrijheid en ik ga voor vrijheid. En samen met mij meer en meer mensen. En trouwens, in mijn volgers, onderschat dat niet. Hè? Ik denk dat de helft gevaccineerde mensen zijn. Hè? Ja, maar dat ziet inderdaad ook. Hè? Dus, dus mensen zijn... de meeste mensen hadden in het begin... Oei, wat is dat hier nu? Een virus? Ja, laat ons dan maar braaf in de lockdown gaan en ons houden aan de regels enzovoort. Wat dat redelijk normaal is, denk ik. En dan afhankelijk... Ja, van verschillende zaken worden mensen wakker. En dat woord is ook al ondertussen een stigma op, maar het maakt niet uit. Zeggen ze van, ja, dat begint hier toch niet. Allee, dat klopt hier niet. En in het begin durfde je nog niet te uiten. Ik herinner mij mijn eerste posts die ik in de lente van 2020 dan zette. Man, ik werd eruit gemaakt voor het lelijk van de straat. En ik was inderdaad een complotist en weet ik niet van wat. Terwijl ik zelfs nog geen mening gaf, maar ik stelde gewoon vragen. Hè? Vragen van, ja, klopt dit wel? En is dit wel? En hebben we daar al aan gedacht? Dus ik ben wel meer van de vragen ook vaak. Zeker als ik het niet weet, who am I to judge? En wie ben ik dan om een mening te geven? Maar ik ben wel eens iemand die zeer kritische vragen stelt en graag analyseert, filosofeert. En maar gewoon al die vragen in het begin stellen, dat was een misdaad voor het gros van de bevolking. En nu zie ik wel dat veel meer mensen ook beginnen vragen te stellen, meningen te hebben, niet altijd even gefundeerd natuurlijk. Maar goed, je ziet wel inderdaad dat meer en meer mensen beginnen te zeggen van mannetjes, deze is nu is genoeg geweest. Hè? Genoeg is genoeg. En het gaat niet meer over de gezondheid. Hè? In het begin misschien wel, hè? Laat ons dat in het midden houden. Maar het gaat niet meer over de gezondheid. Want eerlijk gezegd, als het echt over de gezondheid zou gaan en het is een vreselijk virus, ja, dan laten mensen niet op een vliegtuig gaan. Punt aan. Nee, maar wacht, er is nog iets veel simpeler op. Dat argument is... Sorry dat ik je onderbreek, Greet, maar ik vind het toch echt heel erg belangrijk. Als dit virus vandaag de dag nog zo dodelijk zou zijn en dat we daar nog zo met z'n allen zo moeten opletten, dan zouden er geen grote feestjes voor de partijen plaatsvinden. Dan zou Boris Office Party Johnson niet elke vrijdagavond een feestje organiseren in Downing Street. Dan zouden de politiekers hun maskers ook als de camera's er niet zijn ophouden. En dan zou de EU-top ook als de camera's er niet zijn elkaar niet omhelzen en bij wijze van spreken zitten af te likken. Allee, ik vind het een klein beetje grappig. Ik versta wat ik al zeggen. Dus die mensen zitten aan de bron, die hebben alle informatie. En op onoplettende momenten, en er is dan altijd wel ergens een kelner of iemand die dat dan toch op video of op foto zet, dat wordt dan ook doorgestuurd en rondgestuurd, dan zou dat niet gebeuren. Dat is het simpelste. Plus, we kennen ondertussen allemaal mensen in onze omgeving die na 1, 2 of 3 spuiten toch nog ziek zijn geworden. Helaas, in mijn team zijn er ook zo'n aantal mensen, sommigen zelfs pittig ziek geworden. Eentje die echt op het randje was om... Ik ga misschien toch het ziekenhuis in. Dus ik denk dat het ondertussen allemaal wat duidelijker geworden is. Maar ik heb één ding... Er zijn een paar dingen waarmee dat het echt helemaal onderuit is gehaald. En voor mij is het belangrijkste, want er wordt vaak gezegd... Ja, maar tegen andere vaccins is er zo geen weerstand. Ja, maar andere vaccins zijn vaccins voor stabiele virussen. Nogmaals, ik ben geen medicus, maar dat is wat ik dan lees. Daar is blijkbaar dan toch consensus over. 2, poliovaccin, tetanus enzovoort. Ja, dat is op miljarden mensen, op decennia lang is dat al uitgeprobeerd. En dus ik ben absoluut niet tegen die elementen. Maar er is één gigantisch groot verschil. Dat is dat deze vaccins, waar beloofd is dat je niet ziek kon worden, waar beloofd is dat we met 70% de groepsimmuniteit gingen hebben. En waar eigenlijk ook gezegd is, je gaat niet meer kunnen besmetten. Hè? Dat is waarom dat, Sam Brokke zijn ontslag heeft gekregen en is moeten emigreren. Klopt. Dat zijn dingen die ons gezegd zijn geweest, die kloppen gewoon niet. Want mensen die 1, 2 of 3 spuiten hebben, die besmetten ook nog andere mensen. En dat is allemaal oké. Maar als je dat echt beseft, dat je ondanks de vaccins 1, 2 of 3 spuiten, of 4 spuiten straks misschien, dat je nog altijd andere mensen kunt besmetten, als je dat echt u realiseert en je zet daar eerlijk in, dan is er geen enkele reden om nog een QR-code te hebben of een CST-pas. En dan is er geen enkele reden om de zorg te verplichten zich te laten vaccineren. Dan is er geen enkele reden om de mensen te verplichten om zich te laten vaccineren. En dan kun je afvragen, en dan moet ik afronden op deze stuk, want we moeten over ondernemers spreken. Hè. Dan kun je afvragen, hoe komt dat toch dat sommige mensen dat niet willen horen? En dat is dan cognitieve dissonantie, waar ik ook aan leid. Hè. Ik heb waarschijnlijk ook bepaalde ideeën die niet kloppen, maar waar ik halstarrig aan vasthoud. Maar er is in de groep mensen, in de samenleving, merk ik, meer en meer mensen die beginnen te zien van, goh, ja, ik ben ziek geweest, ik heb een 2 spuiten gehad en ik heb met een buurman gezien. Dus die gewoon zoiets hebben van, man, ik heb gedaan wat ik moest doen, nu is het wel goed geweest. Echt zeer opvallend. En aan de andere kant heb je nog een kleine groep mensen, dus echt een kleine groep, die wordt ook kleiner, die zeer hardnekkig is. En die hardnekkigheid die komt voort, volgens mij, uit een psychologisch fenomeen. En dat is, ik heb het wel eens vergeleken met als je je huis hebt geschilderd in een heel lelijke kleur. Met rode bollen op. Omdat je denkt dat dat goed is en wat dan ook. Je hebt u op die moment geschilderd heel dat huis en dat trekt op niks eigenlijk. En rode bollen, maar jij dacht dat is mooi. En je kijkt naar dat huis. Als er zo'n paar mensen voorbij rijden die klaksoneren en die zeggen dat het lelijk is... Ja, dan begin je misschien te twijfelen. En ik laat in het midden, want iedereen schildert zijn huis in de kleur dat hij wilt. Hè? Maar op die moment begint je misschien eens af en toe te twijfelen. En als je dan af en toe eens twijfelt, wat is dan de makkelijkste manier om die twijfel bij jezelf, in je zelfgesprek weg te halen? Dat is andere mensen overtuigen om hun huis ook in die kleur te schilderen. En voor mij is dat een analogie. Je gaat andere mensen dat opleggen, want als dan de hele straat zo geschilderd is, ja, zie je wel, dat was een goede keuze. En daarom is er bij een stukje van de bevolking, een kleinere wordende groep van de bevolking, een hardnekkigheid in de drang om hun keuze op te leggen bij anderen. Overigens, dat geldt ook bij vaccinvrije mensen. Er zijn een aantal hardnekkige vaccinvrije mensen die ook echt vanuit die drang willen zeggen en vaccins zijn slecht enzovoort. Ik doe daar niet aan mee. Ik doe ook niet mee aan de beledigingen die links en rechts en rechts en links worden over het weer gegooid. Maar die een drang om het op te leggen, heeft veel meer te maken met uw eigen gevoel en uw eigen onuitgesproken twijfels dan met de wetenschap. Want de wetenschap zegt, de transmissie wordt door de vaccins niet tegengegaan. Punt. Ja, maar het is inderdaad ook zo. En ook eerlijk gezegd, ik heb me daar waarschijnlijk ook wel schuldig aan gemaakt in het begin, dat ik wel mensen probeerde te overtuigen, maar wel altijd op een diplomatische manier. Maar het heeft ook geen zin om anderen proberen te overtuigen, zeker niet op een agressieve manier, dan gaat het een andere echt niet mee hebben. Zo. Dus vandaar dat ik het altijd veel interessanter vind om inderdaad vragen te stellen. Zeg maar, oké, goed. We weten ondertussen dat het niet over de gezondheid gaat. We weten inderdaad dat men ongelooflijk die QR-code aan het doorduwen is, dat we aan het evolueren zijn naar een controlemaatschappij, laten we het zo noemen. Nee. Men wil dat we evolueren naar een controlemaatschappij, maar we gaan dat niet laten gebeuren. Nee, inderdaad. Want wie is men? Wie dat zijn die mannen? Hè? Dus dat weet ik niet, want dat wordt mij ook eens gevraagd. Ja, ten eerste wil ik ook even meegeven dat ik met heel veel ondernemerscontacten heb. Dat zijn ook onze klanten en zo. En ik merk dat ook daar meer en meer mensen die gewoon zich niet durfden uitspreken, omdat ze dachten, ja, dat is slecht voor de business enzovoort, dat die dat toch ook meer en meer aan het doen zijn. En als ik op bezoek ga bij mensen en ik zeg, goh, ik vraag dat dan uit beleefdheid, van, mag ik u een hand geven? Meer en meer mensen zeggen, ja, natuurlijk, gast, allee, kom. Dus ook meer en meer mensen die dus ja, durven zeggen dat ze bepaalde zaken in vraag stellen. En ik wil daar toch echt eerlijk in zijn. Ik denk echt dat er in het begin wel een medisch probleem was. En er zijn helaas slachtoffers te betreuren. Nogmaals, mijn medeleven ervoor. Maar vandaag, januari 2022, ik herhaal het. Hier worden we genaaid. Punt. En wie is dan men? Die vraag wordt mij dikwijls gesteld. Ik weet dat niet. Maar ik denk dat er verschillende niveaus zijn in die men. Eén niveau is Ja, als jij als tussenpersoon functioneert tussen een farmaceutisch bedrijf of een labo en de overheid, ja, dan word je op commissie betaald. We moeten er niet moeilijk over doen. Hè? Allee, ik bedoel, als de bank u moet bellen van, zeg, je rekening is vol, ja, dan wilde jij dat die volgende week nog eens bellen, hè? Want dat is plezant als dat geld binnenstroomt. Ja. En dat geld stroomt bij een aantal mensen gewoonweg binnen. Dus dat is op een heel platvloers niveau, zijn er gewoon mensen schatrijk aan het worden. En die willen dat dan nog even blijft duren. Dan heb je op een ander niveau mensen die hierdoor misschien hopen dat ze hun toekomst kunnen veiligstellen. Want laat ons eerlijk zijn, ik denk dat een aantal politiekers, beleidsmakers, experten en zo ook wel beseffen dat als dit eindelijk echt achter de rug gaat zijn, en we gaan het met z'n allen beseffen dat dat achter de rug is, ja, daar gaan sommige mensen op sommige plaatsen gewoon echt niet welkom zijn. Dus die zijn hun toekomst ook veilig aan het stellen door een bepaalde, misschien commerciële discours te volgen. En dan heb je ook nog een ander niveau. Mensen die gewoon niet kunnen toegeven dat het misschien fout was wat er gebeurd is. En nogmaals, ik zeg niet dat alles fout was, maar er zijn toch wel een aantal maatregelen die fout waren. Ja, want uw ongelijk toegeven, dat is niet gemakkelijk, hè? Nee, nee. Ik maak elke dag 20-30 fouten. Ik zeg heel veel domme dingen. Dus ik bouw de stommiteit al in, bij wijze van spreken. Maar als het moet, ja, dan zal ik straks ook wel zeggen, ja, ik heb toen dat gezegd, dat was fout. Ik heb toen dat gezegd, dat was fout. Maar dat is voor iemand in een grote, belangrijke functie natuurlijk veel moeilijker om te doen dan voor een pipo gelijk ik die af en toe zijn film gemaakt. En dan is er nog een andere men. En die men die heeft, denk ik wel, een agenda die men ook wil doordrijven. En dat is wat je vaak hoort, hè? Dat is het WEF. Waar toch wel een aantal opvallendheden zijn. Nogmaals, ik ben geen complottheorieman. Ik kende die man in Zwitserland ook niet. Ik kan zijn naam niet noemen, want dan wordt uw podcast misschien geboycott. Maar ik vind het toch wel opvallend, hè, dat er een 10.000-tal young global leaders zijn. Ik vind het een heel rare combinatie van woorden. Maar dus, ik was een grote fan van Macron. Hè. Ik was een grote fan van Rutte. Ik was een grote fan van Trudeau. Trudeau, ja. Ja. Die hebben allemaal iets gemeenschappelijk. Hè? Dat zijn aimabele kerels, dat zijn beleefde kerels. Ja, zo de ideale schoonzoon. Dat is de ideale schoonzoon. Die zien er goed uit, die hebben een goede parlé bij. Maar dat zijn nu de mensen die de democratie gewoon aan hun laars lappen, die discrimineren, die hate speech uiten, die ongelooflijk teleurstellen. Die mij ongelooflijk hebben teleurgesteld. Ja, en dat zijn dan toevallig ook allemaal gasten die allemaal op die Young Global Leader List staan. Nu, ja, oké. Er wordt gezegd, en dat is dan... Ik spreek ook af en toe eens met mensen die echt verstand hebben van zaken, economen en dergelijke, die zeggen, kijk, de crisis in 2007, 2008, die is niet voorbij. Hè? Die is kunstmatig in leven... de economie is kunstmatig in leven gehouden, gebaseerd op dingen die niet op termijn in leven kunnen gehouden worden. Mm-hmm. En om die reden moet er echt iets veranderen. En ik ben het daarover eens, of ik ben het daarmee eens. Niet alleen op economisch of monetair vlak moeten er dingen veranderen, denk ik. Maar this is unsustainable. Hè? En om dat te kunnen doen, zou er een plan zijn waar dat iedereen moet evolueren naar een digitale munt. Want die is veel makkelijker te managen. En dan kunnen we ook tabula rasa doen met het verleden, enzovoort. Dat is iets waar men dan zegt, dat is ook men. Maar ik weet daar te weinig over. En van al die dingen kunnen we alleen maar gissen. Ik denk niet dat het slim is om ons daar constant op te focussen. Maar het is toch wel opvallend. Er zijn een aantal opvallendheden. En wat ook opvallend is die unisono-boodschappen die dan inderdaad door een Trudeau, een Merkel, een Macron, een Rutte, Alexander de Croo, die daar ook in thuis hoort, Hugo de Jonge in Nederland... en de vervangers trouwens, hè, want in Nederland is dan het demissionair... Dat is dan een stoelendans geweest, hè? Ja. Dat is gewoon een stoelendans, hè? Dat zijn ook Young Global Leaders. Nu, goh, ja... Wie zou het zeggen? Ik zeg ook altijd, in het beste geval is... het beste geval, dat klinkt dan een beetje raar. Wat is dan het ergste geval? Maar goed, het beste geval is dat het een puur... geld, money, machtspelletje is, waarin dat de groten nog meer macht willen en nog meer rijkdom willen. Nou, hoeveel kan een mens hebben? Hè? Dat is dan natuurlijk de vraag. Wat doet het er dan mee op den duur? Hè? Maar ik denk dat inderdaad... Want ik had gisteren nog een sms'je van iemand en die zei, Greet, Hè, want ik had weer zo'n dingen van Muse, hè, Muse. Ik ben fan van Muse. Dat zijn de conspiracy theory guys van de muziekscène. Hè. En ja, ja. Die hebben hun liedjes, dat staat altijd vol met van die conspiracy theories. En een van hun live albums, hun beste trouwens, heet Harp. Hè. En daar is ook voor de complotdenkers veel rond te doen. Anyway, die man die zei van, allee, je zit hier nu weer iets van Muse te posten. Maar je gelooft toch niet dat een Belgische politicus of een Europese politicus dat die slim genoeg zijn om zich te verzamelen en dan dat gans complot hier uit te rollen. Het kan toch niet anders dan dat het werkelijk over onze gezondheid gaat. Nu, ik heb geen zin om daar in discussie over te gaan. Maar ik denk inderdaad niet dat het een Belgische politicus of zelfs Europees georganiseerd wordt. Het is worldwide. Ik denk dat dat redelijk duidelijk is als Biden hetzelfde zegt als de Croo. Ik denk niet dat die elkaar een keer gebeld hebben om te zeggen van zeg, hé... Maar goed, om even eens verder dan te gaan met het ondernemerschap en in het algemeen. Oké, we zitten... In het begin, twee jaar geleden, we hadden dat virus. Was het echt, was het niet echt? Was het gevaarlijk, niet gevaarlijk? We laten dat in het midden. We gaan ervan uit dat dat inderdaad echt en gevaarlijk was in het begin. Vandaag niet meer. We hebben heel veel maatregelen genomen en die zijn natuurlijk desastreus voor ons welzijn in het algemeen. Economisch welzijn, financieel welzijn, maar ook uiteraard het mentale welzijn. En mijn vraag die ik ook altijd stel is... ja. Hoe geraken we hier nu uit? Ik heb het gevoel, en jij zegt dat ook, we beginnen precies naar het einde te lopen van dat ganse coronadiscours. Allee, ik hoop het maar. Dan komt er misschien een ander discours, hè? Maar dan is er een ander discours, hè? Dus hoe gaan we om met die nefaste discoursen? 1, 2, welk ander discours gaat er komen? Want ik hoor heel veel zaken. Wat is volgens u de next step? Hoe ziet jij dat, of hoe voelde jij dat? Ik ben blij dat we het kunnen hebben over ondernemerschap. Mijn bijdrage is puur... Ik ben eigenlijk een videocolumn aan het schrijven. En je zet het er mee eens of je zet het er niet mee eens. Ja. Ik merk wel, en dat doet mij dan plezier, ik krijg daar enorm veel boodschappen over, dat mijn boodschap, of dat die nu door jou wel of niet geproefd wordt, luisteraar van deze podcast, dat is op zich, en dat zie ik met respect, niet zo heel belangrijk, maar er zijn heel veel mensen... die daar hoop uit trekken, die daar hoop uithalen, die zich eraan optrekken en die me dat ook laten weten. En die er goed mee kunnen lachen ook, want uw boodschap is ook humoristisch en positief. Ja, vaak, dat is wat ik betracht. Hè, wat ik, maar je kunt met humor ook veel meer zeggen natuurlijk. Maar wat ik wil zeggen is, kijk, er zijn enorm veel mensen die hun hoop kwijt waren. En die echt... En dat is psychologisch ook een enorm krachtig iets. Als je geen hoop meer hebt en je zit in een uitzichtloze situatie... dan gaat je energie naar beneden. Als je energie naar beneden gaat, dan ga je geen actie meer ondernemen. En ga je ook niet reageren. En als je daar zit, ja, dan verlamt je alles. Dus mijn eerste betrachting is echt om mensen hoop te geven, zodanig dat ze terug energie krijgen, zodanig dat ze kunnen handelen, want dat is echt nodig. En ik zit hier nu mensen niet op te roepen om een staatsgreep en zo te doen. Zo zit ik niet in elkaar, maar gewoon, weet je wat, mensen... Zorg dus dat je terug in je kracht komt. Zorg dat je terug energie krijgt. En neem dan gewoon je eigen beslissingen. Ik ga niet zeggen welke beslissing een goede of een slechte is, maar ik wil u wel terug die energie geven om te kunnen handelen en om te kunnen nadenken. En dat merk ik ook in bedrijven, bij bedrijfsleiders. Er zijn eigenlijk in bedrijven drie dingen die spelen. Dat is 1, je hebt het intern en extern functioneren met mensen die anders denken tegenover de maatregelen. Dat is echt een eerste punt. Het tweede punt is... dat zeer veel bedrijven zichzelf moeten heruitvinden of hun omzet keldert. Hè. Kijk, als je omzet gebaseerd is op face-to-face interactie met mensen, ja, ik denk dat alle trends erop wijzen, of dat goed is of slecht, dat laat ik in het midden, dat er minder face-to-face interactie gaat zijn, of toch fysieke face-to-face interactie. Dus 1, dat intern en extern functioneren met andersdenkenden. 2, uw omzet en uw bestaansreden op lange termijn. En 3, daar moeten we ook een oog voor hebben, dat is dat door de inflatie, die gigantisch uit de hand aan het lopen is. Hè? We zitten nu op 6% en men voorspelt nog veel ergere dingen. En ook supply chain problemen wereldwijd. Hè? Je merkt dat als je nu een auto bestelt. Ik heb een auto besteld voor een van onze mensen, of 5 en een besteld in oktober. Die gaat op 20/6 kunnen geleverd worden. Dus dat is bijna een jaar. En dat is geen spectaculaire auto. Hè? Dat is een gewone auto. Wij hebben de halve wereld moeten afwellen. Dus Die drie issues, hè, dus dat intern en extern functioneren, 2, uw omzet die daalt, en 3, uw kosten die gaan stijgen, of uw supply chain, die ook weer een invloed gaat hebben op een groter kostenplaatje, dat gaat een waanzinnige impact hebben voor alles en iedereen, op alles en iedereen. En dus ik denk, naar dat intern en extern functioneren, daar kan ik wel een bijdrage leveren. Nadenken over hoe kan je op een creatieve manier andere omzetstromen creëren, daar leveren wij ook in onze business een bijdrage aan. En wat het kostenplaatje betreft, het feit dat de kosten hoger gaan liggen. Ja, ik ben niet de man die zegt van je moet kosten besparen, maar ik denk dat je wel moet voorbereiden op het feit dat uw grondstoffen veel duurder gaan worden, aan het worden zijn, en dat is al even bezig. Hè. Maar ook bijvoorbeeld dat uw supply chain gewoon kan stilvallen. Hè. Ik ken dat iemand, is het, hè? Die werkt in een fabriek waar ze Pringles maken. Ik weet niet of je dat weet, maar zo'n Pringles toast, dat zijn die dat zo in zo'n koker. Ja, die chips. Er zitten 18 ingrediënten in. Als er 1 ingrediënt niet is, dan stopt de productie. Ja, ik heb ook een klant van mij, die maken... schoonheidsproducten. Hè? Dus, en dat was ook een gans proces om het product zelf. Het is niet dat ze die inkopen, maar het product. Het is helemaal klaar, het product is klaar, de doosjes zijn klaar, maar de verpakking er rond, hè? Daar zijn ze aan het wachten. En dus het is zotte dingen. Hè? Ja. Zeg maar, Vincent, misschien is het interessant om eens te zeggen voor de mensen die u niet kennen, of u alleen maar via Facebook kennen... Wie zeide jij eigenlijk? Wat doe jij? Wat drijft u? Oei, dat zijn veel vragen tegelijk. Ja, dus dat. Hè? Jammers. Hè? Ja, zeg maar. Ik ben eigenlijk, van huis uit ben ik consultant geweest voor grote bedrijven, internationaal. En vooral dan, mijn specialisatie was soft skills. Hè, dus vaardigheden zoals sales, leiderschap, management enzovoort. En daarnaast heb ik... toch een heel parcours doorlopen voor grote ondernemingen in het, wat ze noemen, het M&A-traject, mergers en acquisitions, maar dan vooral alles wat te maken had met bedrijfscultuur. Ja, je hoort al, in die achtergrond, daar zitten bepaalde elementen in, die vandaag de dag ook in het normale leven naar boven komen. Hè? Dus bijvoorbeeld bij bedrijfscultuur, dan denk ik aan, wat is er aan het gebeuren met de samenleving? Daar hoort ook bij communicatie, en dan denk ik, hoe communiceren mensen? Ik stel ook het leiderschap in vraag, want ik vind leiderschap is juist mensen samenbrengen. En dat is niet mensen uit elkaar trekken of tegen elkaar opzetten. Dus ik denk dat dat mij wel wat elementen geeft om hier en daar een bijdrage te kunnen leveren. Nu, voor alle duidelijkheid, ik heb het daar straks zelf ook gezegd, ik heb echt niet alle wijsheid in pacht. Ik heb ook niet de bedoeling, ik heb ook geen politieke ambitie enzovoort. Ik krijg die vraag elke week, ik krijg het bijna elke dag tegenwoordig. Ik wil mijn steentje bijdragen, maar vooral mijn steentje bijdragen naar een samenleving waar dat iedereen zijn of haar gedacht kan en mag hebben en dat ook mag uitspreken. Een vrije samenleving. Ik vind wat er nu gebeurt, ik vind dat enorm boeiend, want zo wordt het woord discriminatie is niet meer exclusief aan anderskleurigen of mensen met een andere etnische achtergrond of zo. Hè. Nu, veel meer mensen ervaren nu wat discriminatie is, dus dat is fantastisch. Want dat betekent dat we straks daar een mooier draagvlak voor gaan hebben met z'n allen. We weten ook nu wat censuur is. Hè. Ik vind het absoluut schandalig. Ik vind dat de media en de social media en daar de fact-checkers, dat die een verpletterende verantwoordelijkheid hebben. Werkelijk, die hebben voor mij... dat is niet te doen eigenlijk, inderdaad. Politiek snap ik nog, maar de media en de social media, dat is gewoon verpletterend. Ja, maar ik moet zeggen, bij mij, censuur, dat was een van de eerste dingen die mij toen opviel. Hè? Dat ik zei van, die censuur is dat waren alarmbellen. Hè? Er waren verschillende alarmbellen die afgingen en die censuur was zeer... een zeer belangrijke alarmbel. Vooral omdat... en dat is het jammeren eigenlijk, als je mensen gaat censureren en het zwijgen oplegt, en je ziet heel veel wetenschappers het zwijgen opgelegd worden, het is niet Jan met de pet, en zelfs dan nog. Het probleem daarbij dat je creëert is, dat komt bij mij dan op, wat heb je te verbergen? En bijvoorbeeld, om terug te keren naar ons coronaverhaal, het lek. Hè? Dat virus zou gelekt zijn uit dat lab in Wuhan daar. Hè? Is dat waar? Is dat niet waar? Daar mocht niet over gesproken worden. Al wie daar dan iets over zei, dat moest toegedekt worden, niet over gesproken, gecensureerd worden, afvoer. Nu is ondertussen uitgelekt dat er wel een lek was. En ja, dan heb je toch niet anders dan de idee van... Ja, die mannen willen van alles verbergen. Dus wat die nu dan ook nog zeggen, dat vertrouwt je toch niet meer. Ja, dus, en dat is het ding. Hè? Dus van... Weet je wat er is? Ik snap censuur nog. Dat klinkt misschien raar, maar ik snap het gegeven. Als je in een Tweede Wereldoorlog zit en je woont in Engeland... En je stelt dat er in de Tweede Wereldoorlog Facebook zou geweest zijn... En Winston Churchill is in uw oor komen fluisteren dat de geallieerden gaan samenkomen op de 5 stranden in Normandië, dan snap ik dat je op die moment dan niet mag op Facebook zitten. Ja. Maar er zijn nu 2 verschillen. Dat is 1, dat ja, Facebook en Churchill dan aan dezelfde kant staan. Ik ben een bewoner van België, een burger hier. En ik vind dat, als ik niemand beledig, hè, want dat vind ik toch wel een grens. Nu, bij meneer Rousseau, hij heeft heel, 1,5 miljoen mensen beledigd. Dus ik vind dat er wel even een klein beetje tegengas mag gegeven worden. Of 2 miljoen Belgen of 3 miljoen Belgen, ik weet het niet. Misschien nog meer. Hè. Ja. Maar dus ik vind op zich, als het hoffelijk en niet beledigend is en het is respectvol, dan vind ik dat je alles moet kunnen zeggen. In het heetst van de strijd, als het echt is dat de wereld in brand staat en dat je... dat het echt apocalyptisch is en dat de mensen bij bosjes neervallen en dat je bepaalde dingen kunt en niet kunt zeggen om paniek te voorkomen enzovoort, die eerste weken zou ik dat nog snappen. Ja. En nu 2 jaar verder, en ik ben daar pas sinds september zo'n beetje ingekomen, ik vroeg me af, waarom schrijven mensen al die woorden verkeerd? Waarom schrijven die corona, niet met een O, maar met een 0, hè? Het cijfer 0? Waarom schrijven die vaccins met 2 x'en en zo? Ja... mensen, als je niet weet hoe dat komt, dat is gewoon censuur. Want als jij iets durft zeggen, zelfs als het volledig waar is, en daar staat een paar keer niets in wat sommige mensen niet tof vinden, ja, 2 jaar later wordt dat gewoon geband. En heel weinig mensen zijn zich ervan bewust. Allee, er zijn een aantal mensen die dat weten, die iets zetten op social media en die geband worden. Maar kijk, als een Robert Malone, de uitvinder van de mRNA-technologie, die... absoluut voorstander is van vaccins en van mensen helpen enzovoort, die alleen zegt, kijk, let op, bij mRNA heb je in deze situatie die en die en die issues. Als die een man niet meer mag spreken, als een Nobelprijswinnaar geneeskunde niet meer mag spreken, als een Robert Kennedy niet meer mag spreken, omdat hij het heeft over maatschappelijke risico's die we aan het lopen zijn. Als dat allemaal niet meer kan, ja, dan zit je met een heel gevaarlijke cocktail. En dat is een boemerang, hè? Die gaat gewoon in de mensen hun gezicht terugvliegen en het is nog een ontplofbare boemerang ook. Maar, pardon, dat zijn toch indicatoren dat dat men ofwel bang is of dat er dingen gebeuren. Ik heb dat ook, hè? Ik heb dus gisteren over meneer Rousseau iets gezet. En plotseling komen er dan een hoop rare comments onder. En dat zijn dan vaak mensen die een heel raar profiel hebben. Dat profiel bestaat dan 1 jaar of 2 jaar. Dat zijn dan ook mensen die altijd op de man spelen. Nooit op de bal. En je zult het ook wel gemerkt hebben, die gaan dan u aanvallen. Omdat ze vinden dat jij te veel lippenstift aan hebt. Allee, ik zeg nu maar iets. Hè. Dat is altijd op de man spelen dan. Dat gaat nooit inhoudelijk. En als dat nog hoffelijk is, dan laat ik dat staan. Maar vanaf dat beledigend is, of andere volgers beledigt, dan blokkeer ik dat. Ik ben daar niet vies van. Ik heb gewoon zoiets. Hoffelijkheid, respectvol, prima. Als dat niet kan, als je mijn volgers gaat beginnen beledigen, dan vlieg er gewoon even klaar. Allee, sorry. Als dat iemand is die... een troll is, hè? Want ik wist ook niet wat dat was. Hè? Een troll, wat is een troll? Ik dacht dat het was in sprookjes in het bos en zo. Maar, dus er zijn ook trollen en kobolten op het internet. Ja. Nee, maar inderdaad, ja, de censuur. Maar sowieso geeft dat een heel groot wantrouwen naar de overheid toe, naar de pers toe. En dat is natuurlijk... Ja, hoe wil je daar dan nog de maatschappij op bouwen? Zeg maar, om nog eens terug te komen naar ons ondernemerschap. Oké, dus we zitten... Die worden de facto gecensureerd. Hè? Die durven zich niet uitspreken. Dat is ook censuur, hè? Ja, die durven, mijn man zegt dat ook. Hè, en ik heb ook al van vroegere klanten of kennissen enzovoort berichten gekregen van... Ja, Gretchen, wat dat jij daar schrijft, dat is toch heel erg bad for business. Zo. Mijn man ook, die wordt zot, hè. Die vindt dat ik moet zwijgen. En die ergert zich te pletter. En die zegt van, je gaat failliet gaan en je gaat geen klanten meer aantrekken. En doordat je je uit over een aantal zaken. Terwijl ik dan nog heel genuanceerd ben, vind ik zelf. Maar goed, ja, het is te belangrijk. Het is belangrijker nog dan mijn business. En eerlijk gezegd, ik heb ondertussen ook al wel gemerkt dat dat allesbehalve slecht is voor mijn business. Want ik trek net heel veel nieuwe mensen aan die mee zijn en die zeggen van, ik vind dat juist geweldig dat je durft te spreken. En aangezien ik daar heel veel mee bezig ben, met personal branding, marketing, ja... die zeggen, ik wil dat ook kunnen, of ik wil dat, leer mij dat, whatever. Maar dus ik denk jij valt ook niemand aan. Jij stelt dingen in vraag, zoals dat je zegt. En wat is er mis met dingen in vraag stellen? Ik vind, op zijn minst kom jij over als iemand die heel verstandig dingen weet te zeggen, die heel communicatief is, die dingen ook in vraag durft stellen. Ja, ik heb liever een zakelijke partner, die communicatief is, verstandig is en die zaken in vraag durft stellen, dan iemand die ofwel de ballen daar niet voor heeft, of het verstand daar niet voor heeft, of de welbespraaktheid daar niet voor heeft. En gehoord dat, hè? We hebben vrienden verloren, allicht. Daar ben ik redelijk zeker van. Mm-hmm. Waren het dan vrienden, dat is een ander verhaal. Maar we hebben ook heel veel vrienden gewonnen. En ik denk dat dat zakelijk ook zo is. Ik begrijp wel dat sommige bedrijven, of sommige mensen in bepaalde posities in bedrijven zich minder durven uitspreken. Tuurlijk. Hoewel ik daar ook echt wel merk dat meer en meer mensen... Ja, er is een gemeenschappelijkheid, hè, Greet? Mm-hmm. Mensen zijn het beu, hè? Allee, laat ons het zeggen dat is. En het scherpe is eraf, hè? De mensen vallen niet bij bosjes om ons heen. De ziekenhuizen liggen niet meer vol. De IC's liggen niet meer overvol. Maar mensen zien wel dat hun energiefactuur aan het stijgen is. Dat zien ondernemers ook, hè? Mensen zien ook wel dat die inflatie, dat die levensgevaarlijke proporties begint te krijgen. Mm-hmm. En dus dat is een gemeenschappelijk discours dat we voeren. Ja, en dan praat ik liever met Greet Bunnens die verstand in haar hoofd heeft dan iemand die dat niet heeft. Ja, inderdaad. Ja. Zeg, want dat doet mij dus wel denken, wij ondernemers, maar het is voor mensen in het algemeen. Hè, dus... Wat dat belangrijk is, en je hebt daar 3 punten daarnet ook aangehaald, maar een van de punten waarvan ik ook altijd zeg, van als we, en dat heb ik in het begin van de coronaperiode ook gezegd, omdat ik toen met het einde van mijn business zat, hè, dus ik moest mijn geweer van schouder veranderen. En wat ons hieruit gaat redden zijn onder andere resourcefulness en resilience. Hè, dus veerkracht en vindingrijkheid is een beetje de vertaling, maar ik vind die niet zo sterk. Hoe geraak je hieruit? Als inderdaad uw supply chain een probleem geeft, ja, je gaat toch het geweer van schouder moeten veranderen, hè? Denk ik dan. Hè? De prijzen stijgen inderdaad. Je ziet maar verandering van mensen staan op een andere manier in het leven en dus ook in de business. Uw klanten gaan dat hebben, maar uw leveranciers gaan dat hebben, uw medewerkers gaan dat hebben enzovoort. Dus als we daar niet voldoende resilient, veerkrachtig mee omgaan, dan hebben we meer een probleem dan iemand die dat wel kan, laat ik het zo zeggen. Maar wat zijn voor u, om het voor een keer concreet te maken, wat zijn voor u goede tips of goede ideeën die jij kunt meegeven aan ondernemers of mensen in het algemeen, om daar wat krachtiger in te staan en toch je leven of jezelf of je business future-proof te maken? Ja, ik vind in eerste instantie, wat ik denk dat heel belangrijk is die interne en die externe communicatie, dat interne en dat externe functioneren. Dus ik adviseer ondernemers om het gesprek op een heel respectvolle manier aan te gaan met het team, uw direct team, hè, de mensen die aan jou rapporteren, om daar de tijd te nemen om met elk een apart in eerste instantie echt een gesprek te hebben en vooral te luisteren om te leren. Want heel veel meningen komen voort uit angst. Hè. De ene groep, zal ik maar zeggen, heeft angst van het virus, heeft angst om ziek te worden, heeft angst van iemand die geen mondmasker draagt. Ik maak het nu even heel erg zwart-wit. De andere groep heeft angst om in een soort totalitair regime te komen, om in een controlemaatschappij te komen enzovoort. Maar beide worden echt wel gestuurd door angst. En angst is iets wat enorm verlammend werkt. En ik denk dat het als ondernemer, als leidinggevende, belangrijk is om de tijd echt te nemen. En echt een formele meeting te organiseren. En zeggen, oké, kunnen we eens even praten? Trek daar de tijd voor uit. En zonder gelijk te willen halen. Probeer gewoon te begrijpen van waar komt die angst? Wat drijft die persoon op dat vlak? En doe dat met jouw directe teamleden. Eens dat je dat gedaan hebt, dan denk ik dat je met je teamleden samen kan gaan zitten. En dat ook even uit te leggen. En dat je dan ook kan gaan zoeken naar wat is dan bovenop die angst? Wat is er dan toch wat ons verbindt? Hè, zoals in een gezin, wat mensen verbindt, wat jou met je echtgenoot verbindt, ondanks het feit dat je het over bepaalde dingen niet eens bent, is ja, dat je gezond en gelukkig wilt zijn samen, dat je wilt dat je kinderen gezond en gelukkig zijn, enzovoort. Dus dat zijn dingen die jou verbinden. In een onderneming zijn er ook dingen die iedereen verbinden. Hè. Mensen willen allemaal een toffe job, alleen een toffe sfeer, leuke collega's, dat het bedrijf ook een toekomstzekerheid heeft, dat uw loon betaald wordt. Dat zijn dingen dat overstijgt die discussie op een ander niveau. Mm-hmm. En ik denk dat het enorm belangrijk is dat we als ondernemers en leidinggevenden echt de tijd nemen om samen die gemeenschappelijkheid te gaan zoeken. En als je die gemeenschappelijkheid hebt gevonden en uitgesproken, dan vind ik dat je dat als een soort ankerpunt moet gebruiken en daar steeds moet terug naar gaan verwijzen. Als je merkt dat het water een klein beetje te warm aan het worden is, dat er misschien toch wat wrevel of discussies komen, dan zeg ik, mensen, weet je nog, we hebben een gemeenschappelijk doel. En dat is dat gemeenschappelijk doel. En dan kan je daar ook wat regels bij afspreken. Je kan bijvoorbeeld afspreken van, kijk, iedereen mag zijn mening zeggen, maar iedereen moet dat op een respectvolle manier doen. Of bijvoorbeeld dat je afspreekt, en ik weet nu niet, wanneer je naar deze podcast luistert, zullen de regels misschien veranderd zijn of zal de wet misschien veranderd zijn, maar stel dat mondmaskerplicht niet verplicht zou zijn in jouw bedrijf op het moment dat je dit hoort, ja, je kan nog altijd afspreken dat sommige mensen dat wel op prijs stellen en anderen niet, en dat je gewoon vraagt op een vergadering, vind je het oké dat wij een mondmasker dragen? Hoe zal ik jou begroeten? Dus die hoffelijkheid en dat respectvol omgaan met elkaar. Dus dat zijn een aantal dingen die je kunt afspreken, maar neem de tijd. Dat is één ding wat je intern kunt doen. Het tweede ding wat je volgens mij intern kan doen, dat is door die angst die we allemaal ervaren, zien wij de wereld eigenlijk niet meer als een geborgen plek. Dat is geen veilige plek meer. En vroeger, toen we nog holbewoners waren, ja, dan gingen wij op jachten en dan soms draaide die mammoet zich boos om en dan ja, moesten we ofwel gaan lopen ofwel moesten we hem neersteken. En in elk geval, wat er ook gebeurde, als ze ons niet had opgegeten, die mammoet, maar ik denk niet dat die mammoet ons ging opeten, maar stel, als je dan terug in de grot bent gekomen, ja, dan heb je die ongelooflijke adrenaline-stijging, die ongelooflijke stress en die spanning, die had dan een contrast. En dat contrast was warmte. Mensen die blij waren dat je thuis waart. Mensen die... Misschien werd er een kampvuur gemaakt. Misschien werd er feest gebouwd. Misschien werd er gedanst. Omdat jullie die mammoet hebben kunnen in stukken snijden en in diepvries steken. Allee, diepvries niet. Doe het toch niet, hè? Allee, ja, soms wel. Ik weet niet waar. Ik weet niet welke groot. Whatever. Mijn groot was er een diepvries. Allee, ik kan zeggen dat het is. Nu, het punt is... Die geborgenheid, die moeten wij als ondernemer ook geven. En dus ik nodig ondernemers en leidinggevenden uit... om voor dat kampvuur te zorgen. Ik nodig ondernemers uit om voor die oxytocine, want dat is het eigenlijk, hè, te zorgen dat mensen die uit die stresssituatie komen, die wereld die vandaag geen veilige plek meer is voor heel veel mensen, onderschat het niet, hè, de mensen zitten heel diep soms, ik lees dat elke dag, mm-hmm. Dat we die een warm gevoel geven. En als je ze moogt een hand geven, als dat oké is voor iedereen enzovoort, als dat mag, allee, ja, hoort mij zeggen, zeg. Maar goed, zotte. Laat dan de hand net 2 seconden langer. Maak tijd om bij het koffieapparaat net iets langer met de mensen te praten. Geef net iets vaker een oprecht compliment. Zet net iets vaker iemand in de bloemetjes. Zorg ervoor dat jij die een emmer, die heel leeg is geraakt met oxytocine en andere chemische stoffen, dat jij die terug een beetje kunt vullen. Dat is denk ik enorm belangrijk. Dus dat zijn dingen die ik adviseer om op het vlak van intern functioneren te doen. En eigenlijk geldt dat ook een beetje met extern functioneren. Ik denk dat het niet slim is om heel extreme standpunten in te nemen. Trouwens, welk standpunt we gaan innemen? Standpunten veranderen, omdat de wetenschap evolueert. Er is een soort voortschrijdend inzicht. Dus ik zeg niet dat het een wel of het ander geen zin heeft. Ik zeg alleen, laat ons opletten dat we niet afglijden om de verkeerde redenen in een controlemaatschappij. En ik ben tegen discriminatie en ik ben tegen vrijheidsberovende middelen of maatregelen als die niet nodig meer zijn. En die zijn vandaag niet meer nodig, volgens mij. Maybe I'm wrong. Denk het niet, maar maybe I'm wrong. En dan zal ik het ook zeggen. Dus ik denk dat onze rol als ondernemer echt moet zijn om er alles aan te doen, veel meer dan ooit tevoren, om die aspecten te doen. En hoe fantastisch is dat niet? Want straks is dit achter de rug en dan hebben we al die ondernemers, die zijn dan op een andere manier, enfin niet allemaal, maar dan zijn er een aantal ondernemers die op een andere manier met mensen zijn omgegaan. En dan gaat die emmer niet alleen gevuld worden, dan gaat die een overloop. Dat is fantastisch. Dus deze crisis... heeft ook heel veel goede dingen die het met zich mee gaat brengen. En dat is ook iets wat ik aan de mensen vraag is... Kijk, uitzichtloosheid, dat betekent dat je in een soort mist mist ziet. Hè? Dat je de toekomst niet meer ziet. Als je het kanaal wilt overzwemmen, hè? Tom Waes heeft dat ooit gedaan, dat gaat bij wijze van spreken als je de oever ziet, als je de rotsen ziet. Dan worden aangetrokken. Ik denk dat niet dat je hem ziet van dat je vertrekt in Frankrijk of waar dat je ook vertrekt. Maar als er plotseling, als je die rotsen ziet en ineens komt er dichte mist op, dan stopt hem met zwemmen. Dan is al uw energie en uw dingen weg. Dat is ook wat er vandaag gebeurt, hè? Die uitzichtloosheid. Dus ik denk dat het omschrijven van uw visie, waar dat je samen met je team naartoe wil, dat vandaag veel belangrijker is dan ooit tevoren. Betrek je mensen erbij. Zorgen dat uw mensen kunnen bijdragen aan die visie. Vraag aan uw mensen die direct aan u rapporteren om datzelfde te doen bij mensen die aan hen rapporteren. En zorg voor een tegengewicht. Ja, en inderdaad, dat samenwerken, hè? Co-creatie. Het laat het ook van onderuit komen. Ik denk dat dat ook een duidelijk... voor mij, misschien zie ik dat zo... confirmation bias misschien. Maar ik zie toch ook wel veel meer dingen ontstaan van onderuit. Hè? Het ganse tijdperk is uiteraard. We zien dat het van bovenaf komen er een ganse hoop maatregelen. Maar van onderuit zien we onder andere met de marsen en dergelijke. En heel veel initiatieven op social media ontstaan. Die willen een tegengewicht bieden aan de maatregelen of politici die niet altijd even integer lijken te communiceren of lijken te zijn. Het tweede is dat ook in het ondernemerschap. Hè? Dus wat jij zegt van, kijk, visie. Ik denk, voor mij is het ook belangrijk dat een CEO van een bedrijf een visie heeft, weet waarvoor dat die staat en de troepen kan meenemen, dat ook belichaamt en dat naar buiten brengt. Maar anderzijds laat het ook van onderaf voor een stuk komen. Hè? Dus, en laat ons wat meer gaan samenwerken, ook naar de concurrentie toe. De tijd van de zware concurrentie, dat we elkaar moeten vermoorden en altijd de grootste, de eerste, de beste te zijn, die ligt binnenkort ook achter ons. Hè? Dus we zijn aan het evolueren naar een nieuw tijdperk en dat hoop ik ook. Ik zie dat veel beter zitten ook. Maar dat er veel meer mogelijkheid is tot samenwerking met als ultieme doel, hoe kunnen wij onze klant, en wie dat die klant ook mogen zijn, of onze planeet of onze samenleving of weet ik veel wat, helpen met onze producten en diensten. En in plaats van ons dan bezig te houden met elkaar af te maken om dan de betere te zijn, laten we samen werken om nog meer de mensheid of de planeet of de klant te gaan dienen. En als je dat al gewoon voorstelt, stel je voor dat jij met je 4 belangrijkste concurrenten zou gaan samenwerken om dan te kijken, oké, hoe kunnen wij nu nog beter van dienst zijn naar de samenleving toe, laat ik het zo noemen. Hoe fantastisch moet dat zijn, toch? En welke energieverspilling kun je achterwege laten tijd- en geldverspilling om altijd elkaar te liggen beconcurreren? Ik volg dat. Ik denk dat er één ding echt noodzakelijk is, en dat is bij mij ook iets wat lang geduurd heeft. Kijk, natuurlijk, toen dat dit begonnen is, niemand wist dat dit 2 jaar ging duren en misschien nog langer. Hè? En ik had in het begin ook zoiets van, na 2 weken lockdown, ik hoop dat het dan voorbij is. En dan, dat was dan niet voorbij. En dan dacht ik, nu gaat er een vaccin komen. En als het vaccin er is, dan hoop ik dat het voorbij gaat zijn. Dus ik heb heel lang als ondernemer in een soort modus gezeten van, straks is het voorbij en dan kunnen we terug naar het oude normaal. Ik hoorde toen ook mensen zeggen, het oude normaal komt niet meer terug. En ik vond dat niet leuk om te horen, want ik was blij met het oude normaal. Ik vond dat goed. Maar ik ben nu echt van overtuigd dat er dat we niet terug gaan naar het oude. Maar dat wil niet zeggen dat het nieuwe niet goed is. Mm-hmm. Alleen die bewustwording was er bij mij als ondernemer niet genoeg. Of die is er heel laat gekomen. Heb ik eigenlijk ook, denk ik... we hebben om andere redenen hebben we de goede dingen kunnen doen, maar op een aantal vlakken ben ik misschien heel laat geweest in nabeginnen denken over wat kunnen we nu gaan doen. En ik zie dat sommige bedrijven dat wel hebben gedaan. En die plukken nu de vruchten. Want kijk, als er één ding is dat mensen echt wel in zich hebben, dat is een aanpassingsvermogen. En dat is enorm krachtig, dat aanpassingsvermogen. Ik heb het voorbeeld ooit gezien van iemand die blind is geworden, hè, die dus niet meer kon zien. En die heeft zichzelf geleerd door een soort klikgeluid te maken om toch een beeld te vormen van wat er om zich heen was, hè, hoe dat was. En ik heb een test gezien dat die man door een ruimte liep met allemaal paaltjes in. En die kon door die klikgeluiden dat doen. En die zei, ik kan... En die deed dat supergoed. Dus die heeft zich aangepast om zonder zicht toch te kunnen zien. Hè? Zonder zijn ogen toch door een ruimte te kunnen wandelen waar dat jij en ik waarschijnlijk toch wel een paar paaltjes zouden omvergelopen hebben. Dus de mens heeft een ongelooflijk aanpassingsvermogen. Zolang dat we snappen dat we ons moeten aanpassen. En ik denk dat we daar nu echt wel gekomen zijn. We moeten ons aanpassen. Hè. Als u een omzet echt gebaseerd is, zoals ik er straks zei, op puur fysieke interactie 1-op-1, ja, dan denk ik dat je daarbij, ik zeg niet dat die een op nul gaat vallen, maar je moet daarnaast ook iets anders bedenken. Ik gaf gisteren het voorbeeld tegen iemand, en dat is nu een heel eenvoudig voorbeeld, maar als jij bijvoorbeeld een nagelstudio hebt, ja, dan ga jij jouw klanten wel blijven behouden, of een aantal klanten blijven behouden, maar je gaat ook een aantal klanten hebben die niet meer gaan langskomen en die misschien geïnteresseerd zijn om producten bij jou te kunnen kopen die dan geleverd worden thuis en om misschien een soort videocursus te volgen bij jou, hoe dat ze dat dan zelf kunnen doen, die nagels. Dat is nu een heel simplistisch voorbeeld, bij wijze van spreken, maar we allemaal moeten nadenken. Als de trends zich doorzetten, en die kans is zeer bestaande, dan meer mensen gaan thuiswerken. En niet alleen thuiswerken, want ze gaan ook misschien geen 5 op 5, maar misschien wel 3 op 5. Als de trend zich doorzet, dat mensen minder gaan buiten komen. En als ze buiten komen, echt willen genieten, dus ze gaan veel selectiever zijn, ja, dan weten we ook dat ze misschien niet meer naar de nagelstudio gaan, maar ze gaan misschien op restaurant in die ene moment dat ze dan kunnen buiten komen. Dus er zijn een aantal trends waar we volgens mij rekening moeten mee houden. En als je dat weet, ja, dan kun je een nieuwe toekomst creëren en dan kunnen we ons aanpassen en dan kunnen we het allemaal beter maken voor iedereen. Dus ja, ik ben daar... Ja, vandaar die veerkracht ook, dat ik zeg, en creatiekracht uiteindelijk ook. Hè. Dat is iets wat mens heeft en dat de dieren niet hebben. Ja, en ook een beetje, dat is mindset, hè, van oké, we gaan het oude normaal, zoals jij zegt. Oké, voor de ene was dat fantastisch en de andere wat minder fantastisch. Het is wat het is. We gaan daar nooit meer naar terug, denk ik ook. Weten we ook, hè, dat is ook gewoon... We zijn allemaal veranderd. Maar het nieuwe moet daarom niet slecht zijn. En soms hebben we de neiging om vast te hangen aan iets. En zo van, ja, maar ja, dat was toch goed, enzovoort. Ik had dat dus lang, hè. Ja. Ja, maar ik denk veel mensen. Maar ik ben daar eigenlijk... In de zomer van 2020 zat ik zo in een halve depressieve bui. Geen depressie of zoiets. Een beetje deprimé, zoals ze in het Frans zeggen. Zo, dat is volgens mij depressief in het Vlaams, hè, Greet? Depressief en deprimé, hè? Dus dat is een verschil, hè? Gedeprimeerd. Ja. Dus, dat ik zo dacht van, oh fuck, wat zit ik hier eigenlijk te doen? Ik moet hier zoveel mogelijk genieten van het leven, want binnenkort is het gedaan. Maar dan ben ik wel beginnen te denken van, oké, ik hou te veel vast aan een aantal zaken. Moet ik daar wel aan vasthouden? En wat heb je echt nodig? En wat zijn... dingen die je kunt lossen. En wanneer je lost, komen er nieuwe opportuniteiten op je pad. Geeft je ook mogelijkheid aan nieuwe opportuniteiten. Want als je te veel bezig bent, is er geen ruimte. En kijk nu waar we nu staan. Oké, jij zei daar straks, ja, we hebben beide waarschijnlijk vrienden verloren. Is ook zo. Maar kijk nu naar onze groep waar dat wij in zitten. Dat zijn weer een ganse hoop nieuwe vrienden. En die band is nog hechter dan ooit. Ja. Tevoren met vroegere vrienden lijkt het zo. Ja. Dus, en dat is het ook. Hè. Dus oké, als ondernemer en als mens... Oké, er komt van alles op ons pad. Dat wordt nu zeer duidelijk, of dat is zeer duidelijk geworden in de coronaperiode. Wat gaan we eraan doen? Wat kunnen we eraan doen? Wat kunnen we veranderen? Wat mogen we lossen? En laat ons openstaan voor de nieuwe opportuniteiten. En gaan samenwerken dan om... die nieuwe toekomst samen te gaan bouwen. In de vroegere constellatie zal dat misschien niet gelukt hebben. Zeg maar. Van depressie, en men noemt dat vandaag... you were not depressed, tu étais déprimé. Maar ik heb dus zelf wel een depressie gehad enkele jaren geleden. Men noemt dat nu een burn-out, denk ik, hè, want dat klinkt misschien beter. Maar naar die ondernemers even teruggaan. Ik denk dat we zeer alert moeten zijn, ook als ondernemers, voor hoe mensen erin staan... Want ik zeg het, heel veel mensen hebben het enorm moeilijk. Absoluut. En jonge mensen hebben het heel erg moeilijk. Mm-hmm. En dat overstijgt ook wel of geen vaccin. Hè? Dat overstijgt dat volkomen. Ik denk dat we enorm aan het moeten krijgen. Zoveel berichten van mensen die het niet meer zien zitten. En ik herken dat natuurlijk. En dan kun jij wel zeggen, come on, kop op man en zo. Dat is het laatste dat je wilt horen. Dat zult jij ook wel niet hebben willen horen. Van ja, come on Greet, alleen niet flauw doen enzovoort. Dat helpt niet. Dus ik denk, enorm alert zijn. Het aantal zelfdodingen is helaas enorm hoog en het is aan het stijgen en het is gestegen. Ik wil iedereen die met echt zeer duistere gedachten zit meegeven van er is hulp, er zijn mensen om je heen die je willen helpen en die je kunnen helpen. Er zijn ook professionele telefoonnummers waar je kan naar bellen enzovoort. Ik nodig je echt uit om dat te doen als die gedachten soms diep zijn of heel donker zijn. En ik ken die gedachten, ik heb die misschien ook wel gehad. Ik denk als ondernemer, als mens, als burger, als buurman, als vader van een vriend enzovoort, denk ik dat het heel belangrijk is om alert te zijn. Wat kan je nu doen? Ja, ik denk dat heeft ook te maken met die wereld die geen veilige plek meer is voor vele mensen, die uitzichtloosheid, een gebrek aan oxytocine, dopamine, endorfine en serotonine. Dat is dan de het wetenschappelijke stukje daarvan. Daar weet ik dan wel iets van, toevallig. Maar ook cortisol. Het cortisolniveau is constant. En als dat even is dat heel goed, maar als dat constant is dat heel slecht. En een van de dingen die ik toch mensen zou willen aanraden is om... Ga wandelen in de natuur. Ga sporten. Ga iets doen. Als je dat kan, als je die energie hebt. Als je die energie nog niet hebt, ga praten. Ga niet praten bij mensen die het niet begrijpen. Die zeggen, kom aan, kop op, stop eens met wenen en verman uzelf. Steek daar uw tijd niet in. Maar weet dat je niet alleen bent. En wij zijn er ook voor u, met z'n allen. Hè. Er zijn heel veel mensen voor u. Dus dat wou ik even zeggen... Omdat we echt niet mogen onderschatten hoe groot dat probleem is. We zitten echt op dat vlak in een enorme crisis die vele malen erger is, denk ik, op dit moment dan Omicron. Absoluut. En ook nog wat komen zal. Want we hebben nu veel mensen die inderdaad het niet zien zitten. En dat is wat ik met Steve van Herrewegen er ook over had. Ja, wat met de mensen die op een bepaald moment... gaan wakker worden of bewust worden of weet ik niet wat, zien dat ganse, het narratief niet klopt en ook hetgeen dat zij zelf gezegd hebben naar anderen, hetgeen dat zij gedaan hebben. Ik denk maar wat aan artsen, hè. Ik denk maar aan... Ja, anyway, bepaalde politici, weet ik veel, maar iedereen, als die plotseling tot de vaststelling komen van oh my god, wat ik gedaan of gezegd heb was helemaal verkeerd en ik heb daar misschien zelfs schade mee berokkend, dat is ook een hele groep die enorm... kwetsbaar mogelijk zal zijn. Of de mensen die inderdaad, zoals... En vandaar dat ik dan een beetje gedeprimeerd was in de zomer van 2020. Mensen die wiens wereldbeeld in één keer... dan zeiden van, oh my god, dit is, mijn wereldbeeld is helemaal anders. Hè? Dus het wordt op zijn kop gezet. En alles waar dat je een houvast aan had, valt weg. Die mensen ook. Hè? Ik geloof ook in de kracht van het beeld. Hè? En ik denk echt... Ik weet niet of je de film Lord of the Rings of een van de films ooit gezien hebt. Dat is het ongelooflijke heroïsche gevecht tussen het goede en het kwade. En er zijn heel veel scènes waar dat, de acteurs een donkere berg opklimmen. Een donkere berg met heel scherpe stenen. En die stenen die zijn dan nog glad ook. Die zijn levensgevaarlijke beklimming. En in de ene film doen ze dat met hun kompanen uit een ene dorp enzovoort. Het is allemaal niet langer. Maar dus... Die een donkere berg opklimmen, als jij geen zicht hebt op beter, dan is dat enorm vermoeiend. En dan zijn ze aan het spelen om niet te verliezen. En ik denk dat we kunnen spelen om te winnen door te zeggen, kijk, op het einde van die berg, als we er van bovenop staan, aan de andere kant van die berg, daar is het groen, daar is de rivier, daar is zon, daar is muziek, daar is plezier, daar is een samenleving die veel hechter en veel warmer is. En ik heb ook wel eens momenten dat ik denk, allee, nu weer dat bericht na dat bericht na dat bericht. En Trudeau zegt dit en baai. Allee, hoe is het toch mogelijk? Waarom blijven ze de mensen zo tegen elkaar opzetten en zo'n angst injecteren? Hè? Want dat is hetgeen dat ze volgens mij echt doen in de samenleving. Maar dan denk ik toch aan, wij hebben hier een ongelooflijke opportuniteit om straks met gedreven mensen, mensen die uit de struiken zijn gekomen, om die een berg op te klimmen, om mensen te helpen die een berg op te klimmen. Ja, dat ook. Hè, ja. En om dan aan de andere kant van die berg dingen te doen. En er zijn ook mensen die een berg niet zien en die zoiets hebben, er is geen berg, er is geen enkel probleem. Oké, goed, je kunt niet heel de wereld willen overtuigen of willen meekrijgen, maar ik geloof wel in de kracht van het beeld. En die uitzichtloosheid, ik snap die hè, bij jongeren, hè, want bijvoorbeeld gewoon, je zult maar eens een lief moeten zoeken. Hè. Ja. Wat wil je dan doen? Dan wil je plezier maken met je vrienden en vriendinnen. Je wilt een lief, en al die dingen zijn eigenlijk, worden voor een groot stuk ontnomen. Hè? Al die leuke momenten. Ik denk dat wij daar niet meer bij stilstaan. Een 4-jarig kind, bijvoorbeeld, heeft de helft van zijn leven en eigenlijk 100% van zijn of haar bewuste leven, als ik het zo mag zeggen, allee, dat is dan een beetje overdreven, ja, in lockdown of in lockdown-achtige maatregelen gezeten. De bom had niet mogen knuffelen, want die had een mondmasker aan of die zat in een woonzorgcentrum. Uw handen moeten ontsmetten en elkaar niet aanraken. En zo. Allee, ik bedoel, allemaal van die dingen die zo tegen de natuur ingaan, dat het echt wel belangrijk is om een visie te geven op beter en op een mooiere toekomst. Ik geloof echt dat de toekomst veel mooier zal zijn. Absoluut. En ik ben er ook van overtuigd dat wij met z'n allen elke beleidsmaatregel die vrijheidsberovend gaat zijn of die, weet ik, censureerd gaat zijn, die kunnen wij omdraaien als we dat echt willen. En daarom ben ik blij dat zoveel meer en meer mensen... ik spreek niet graag van wakker worden, want dat is precies... Dat is ook zo. Ja, dat is... Maar dat zoveel meer en meer mensen echt aan het beseffen zijn van oké, ik heb nu mijn bijdrage geleverd, ik heb gedaan wat ik moest doen, het is nu goed geweest. Want je bent misbruik aan het maken van iets wat niet meer zo dodelijk is en wat niet meer zo erg is, enzovoort. Dat beginnen echt meer en meer mensen te beseffen. Ja, en ik denk dat inderdaad... En ik denk dat we daar inderdaad de podcast een beetje mee kunnen eindigen. Het is inderdaad... Ik geloof ook 100%, en ik weet van wat ik u nu ken, jij ook. Er is een mooie wereld die wacht op ons. Hè, bewijs, eigenlijk is ze er al, maar zwart. En we moeten ze nog zien. Dat is wat jij zegt met uw berg. Uiteindelijk is het dat ook. Die wereld is er al. Hè. We moeten het alleen maar kunnen zien. En ik heb er ook het allergrootste vertrouwen in. Want ik krijg ook regelmatig berichten van mensen die zeggen... Hoe komt dat jij zoveel vertrouwen hebt? Hoe komt dat jij zo positief in het leven staat? Hoe komt dat jij dat... allemaal zie zitten enzovoort. Maar dat is omdat ik daar ook echt in geloof, 1, en 2, omdat ik inderdaad ook die boodschap wil brengen. Want, oké, we hebben onze moeilijke periodes gehad en misschien nog steeds en misschien komen we eraan. Het wordt waarschijnlijk nog pittig. Maar we geraken hier wel uit en zeker samen. En we zijn er ook om de mensen te helpen. Dus als mensen ook kijken en luisteren, zo van, weet dat je niet alleen bent, weet dat we er zijn om je te helpen, weet dat het veel beter wordt, dat het echt een mooie wereld is. En ik kijk daar absoluut naar uit. En hoe rapper dat we met z'n allen zeggen van, mannen, we zijn er klaar voor, genoeg is genoeg. En van onderuit beginnen duwen aan wat dat er ons tegenhoudt. Hoe rapper dat we natuurlijk naar die nieuwe wereld gaan. Ja, ik wou nog één ding zeggen, wat je er straks ook zei, van, kun je er vooruit komen, is dat als ondernemer slim en je verliest klanten en je gaat er misschien winnen. Je weet, ik heb een Instagram-account. Dat is een klein beetje een uit de hand gelopen hobby eigenlijk. Hè. Dat is business diet. En ik heb daar eigenlijk heel bewust gekozen om nu toch wel het niet zozeer te hebben over vaccin wel of vaccin niet enzovoort, maar echt te kijken naar, door deze crisissituatie... Wat kunnen wij dan als ondernemers, kleine en grote ondernemers, anders gaan doen? Dus ik ben me erop beginnen focussen. En ja, ik heb daar een aantal volgers door verloren, omdat die zoiets hebben, ja, ik zie die Zwartenberg niet. Voor mij is er niks aan de hand, dus waarom zou ik naar zo'n boodschappen luisteren? Maar ik merk dat ik er ook heel veel mensen mee gewonnen heb. Absoluut. Alleen gewonnen. Dat er ook heel veel mensen toch wel interesse hebben in die boodschap. Dus het verlies van de ene kan de winst van de andere... Of nee, de winst van de ene kan het verlies van de andere compenseren. Dus ik zou zeggen... Ga voor waar dat je in gelooft en toon door de energie die je zelf hebt dat er hoop is. En probeer mensen te inspireren. Geef mensen terug energie. Probeer geen gelijk te halen, maar geef de mensen de energie zodanig dat ze zelf kunnen nadenken over wat er voor hun juist of niet juist is. Waar of niet waar is. Ik wil niemand overtuigen. Ik wil wel mensen... Allee, wel over die vrijheidsbeperkende dingen. Hè, maar ik wil wel mensen vooral energie geven, hoop geven op een samenleving. Dat woord, samenleving. Mm-hmm. Zeg, en Vassar, is er nog een gouden tip die jij absoluut zegt van mannen, vanaf morgen of vanaf straks, doe dit en... Ja, ik denk, en dat geldt voor burgers en iedereen, ik denk dat er 2 zijn. Spreek uit wat je gelooft op een respectvolle manier, dat is enorm belangrijk. En luister naar de mensen om te begrijpen. Luister niet om te antwoorden. Luister om te begrijpen, wat is dat waarom dat jij echt heel de dag met dat mondmasker rondloopt? Niet omdat je vindt dat dat niet moet, maar gewoon ik probeer te begrijpen wat heeft u aangezet om dat te doen. En daar ook respectvol mee te kunnen omgaan. En dan niet met de bedoeling om dan straks te zeggen, je moet dat uitdoen, dat mondmasker. Nee, gewoon te begrijpen. Dan gaat er veel dichter bij die persoon kunnen komen. Dan niet fysiek natuurlijk, zeker niet bij zo iemand, maar... Ik denk dat ook iets is, hè, dat zie je op social media. Mensen willen gelijk halen. Hè. Mensen willen zeggen, ja, maar het is zo, en deze studie zegt dat, en die studie zegt... We kunnen elkaar doodkloppen met studies. En we gaan... Niemand gaat gelijk hebben. Plus hardnekkige mensen, die blijven op hun standpunt. Dat is, het heeft geen zin. Maar als we luisteren om te leren, dan gaan we dichter bij een soort menselijkheid komen die we nodig hebben. En ik hoop dat dus ook politiekers dat gaan beginnen doen en stoppen met polariserende boodschappen om welke agenda die ze ook hebben te gaan vervullen. Dat hoop ik oprecht. Yes. Nee, absoluut. Ik volg u 100%. Zeg, en mensen die u meer willen connecteren met u of meer willen weten over uw business of hoe dat ze met u beter willen leren kennen, waar kunnen ze u bereiken? Wat is het beste? Ja, bereiken is niet zo evident, omdat ik krijg zodanig veel berichten. Ik wil mij nu al excuseren als je misschien al eens een bericht gestuurd hebt en geen antwoord hebt gekregen. Helaas, er is gewoon te weinig tijd. Maar Business Diet is denk ik een goede plek als je op ondernemersvlak op Instagram wil kijken. Het gaat over ondernemen in het algemeen, maar vooral ook in deze crisistijd, hè, want zo is het dan toch. En die crisis is niet beperkt tot het medische aspect, maar ook inflatie en supply chain en noem maar op. Ik heb ook een podcast, de Business Diet podcast. Ik ben heel trots om te zeggen dat die nu ongeveer een jaar oud is en dat we vorig jaar de Belgian Podcast Award ermee begonnen met de Business Diet podcast. Verrassing tot en met, dus ik ben er heel erg blij mee. En als je zegt van kijk, ik wil dat maatschappelijke aspect, dat niet zakelijk is, ik wil dat toch volgen, dan kan je mij volgen op Facebook, Vincent Vandeputte. Nogmaals, ik doe dat niet om gelijk te halen. Ik doe dat omdat ik heb zo echt iets in mij dat zegt van dit is wat ik nu moet doen. En ik hoop dat ik heel snel kan zeggen van ik moet het niet meer doen. En het is ondertussen... er is veel veranderd in de goede zin. Dus mensen denken ook dat ik dat doe voor mijn ego. Datzelfde bij mij met deze podcast hier ook. Hè? Of ze zeggen, dat is voor uw business of uw ego inderdaad. Ja. Nee. Als het voor mij een business zijn, dan zou ik veel andere dingen doen. En dan zou ik zwijgen misschien en andere dingen doen. I don't know. Maar het is te belangrijk en ik ben blij dat jij inderdaad ook naar buiten gekomen bent. En ik hou van die nuance die je brengt ook. En inderdaad de humor en de positieve boodschap. En ik denk dat dat een belangrijke is. De manier waarop dat jij uw boodschappen brengt op Facebook dan... is eigenlijk de manier waarop dat veel mensen het zouden mogen doen, in plaats van te vechten tegen elkaar, zoals gezegd, te polariseren, te overtuigen, whatever, zo van breng die nuance, breng die humor en breng dat positieve boodschap. En we weten dat we er samen uitkomen, dus dan gaat het testen sneller zijn als we het op die manier doen, in plaats van in die vechtmodus te zitten. Dus, Greet, ik vind het fantastisch. Ik ben echt heel blij dat je mij hebt uitgenodigd. Ik vond het een heel... aangenaam gesprek. Ja, merci. Ik ben blij dat er mensen zoals jij zijn die staan voor wat dat ze staan en die ook moedig zijn, hè? Want dat is niet evident wat dat jij doet. Dat is niet simpel. En ik kijk samen met jou uit naar een fantastisch mooie toekomst. En mensen die heel diep zitten, daar wil ik gewoon nog aan zeggen van mensen, er is altijd hoop. Er zijn mensen die naar jou willen luisteren en die kunnen luisteren en geef een signaal. Hè? Als je het nodig hebt, geef even een seintje aan de mensen en dan zijn er mensen die je gaan helpen. Yes, thank you. Mensen die luisteren, kijken, als je het leuk vond, laat het weten. Deel het met de vrienden en de familie en wie het ook mag interessant vinden. Abonneer je op de kanalen als je wilt, dat is altijd wel plezant. En wat zijn die kanalen? Ik heb YouTube en daar hebben we de video en de verschillende podcastkanalen zoals iTunes en Spotify en dergelijke. Daar kunnen mensen... ook alles terugvinden, maar ik zet alles wel hier ook in hieronder. Dus het kan niet zijn dat we het niet gaan vinden. Alright, spread the good vibes. Vincenze, of wat is dat? Dat Jess zei. Dikke merci voor ons gesprek. Vond het ook super plezant. Spread the good vibes en wij zien elkaar zeer binnenkort. Vrijdag, denk ik. Fijne dag nog, Greet. Dankjewel. Yes, bye. Super tof dat je meedeed. Vergeet niet naar mijn website te gaan, greetbunnens.be. Daar vind je heel veel gratis artikels, video's, audio's. Lots of fun stuff. Bedankt daar.